Welkom bij deze vlog van Schaakopening Essenties. In deze opname zullen we aandacht besteden aan de afrolvariant van het Frans, een opening die we destijds behandelden. En onze hoofdrolspeler is Jeffrey Xiong, supergrootmeester met een rating van 2700. En die speelt tegen Daniel Taboas. En die wordt er heel keurig afgezet met een prachtig valstrik eigenlijk. We gaan het eens kijken. En we kijken naar de afrolvariant van het Frans. Veel zwartspelers hebben daar ongelooflijke takkenhekel aan. U begrijpt het wel, het is een beetje een symmetrische pionstructuur. Je kan niet zo heel veel ondernemen. Je hebt niet zoveel breekzetten meer, behalve C5 nog. Maar goed, gelden dezelfde kenmerken niet voor de witspeler. Ja, die heeft een setje extra. De afrolvariant was een hele tijd populair. Het is weer een beetje tanende. Maar er zit nog voldoende gif in. En Xiong, weliswaar in een vluggertje, laat even zien dat hij dit nog steeds kan gebruiken. Goed, paard 3, paard 6. Een van de vele zetten waarover zwart beschikt. Hij kan ook C5 spelen, kan loper D6 doen, loper D3. En hij speelt die loper G4. Naar deze zet, die logisch ziet, dan moet wit... Dan moet zwart naar deze zet na gaan denken wat hij hier speelt. En dame E7 is gewoon een hele logische zet. Wit zou dan een klein voordeeltje hebben. Maar met goed spel moet zwart dat toch echt weten te nivelleren. Taboas doet het op deze manier. Loper G4. Kort, loper E7. Ietsje bescheidener opstelling. In plaats van op D6 de loper op E7 neer te zetten. Toren E1. Kort. Loper G5, en je ziet, er zit iets van symmetrie in, met een klein verschil, de lopers op D3 en op E7. Die van wit staat ietsje actiever. Paard bij D7, paard bij D2, toren E8. En we hebben, zoals gezegd, een bijna symmetrische stand. Maar goed, die twee dingetjes die kunnen verschillen. Wit is aan zet en zijn loper staat actiever op D3 dan op E7. En dat maakt het verschil. Geen groot verschil, maar het maakt het verschil. C3. Goed, ja, wat is hier aan de orde? Zwart kan hier met C5 gaan breken. Dat is altijd het idee waar wit rekening mee moet houden. Dit is de set die we bekeken destijds voor schaakopeningen. Het is één van de zetten overigens. En nou bijvoorbeeld D-maal, paardmaal. Loper B5 heb je hier al rekening mee te houden. Loper D7 slaat, dame D7. En dit is niet iets wat veel zwartspelers leuk vinden om op te spelen. Je hebt D4 voldoende onder controle. Zullen we daar maar ruilen? Nee. Dan heb ik een mooi veld. En wit heeft D4 onder controle. Zijn paard op B3 staat misschien een beetje vreemd. Nou, deze manier. Wit staat ietsje beter. Maar zwart staat solide. D5 is voorlopig nog niet zwak. Goed, voldoende spel zou je kunnen zeggen voor beide partijen. Maar wit wellicht ietsje prettigere stand. Oké. Zwart speelt hier loper H5 en heeft geen zin om met C5 te gaan breken. En toch blijkt de set niet helemaal nauwkeurig. De set heeft een duidelijk doel. Hij wil met loper G6 die lopers afruilen. Maar het gaat er niet van komen. Heel opmerkelijk. Dame B3. Ontpent het paard op F3 en valt B7 aan. Kijkt met een scheef oog naar D5. Zwart, wat ga je doen? Had hij hier bijvoorbeeld toren B8 gedaan, hij speelt paard B6, toren B8, dan krijg je hier meteen paard E5. En als zwart dan toch besluit om hier een loperruil aan te bieden, dan wordt het geen loperruil, maar een paard tegen een loper, hamer G6 en let nu op, C4. Ja, dat is vervelend voor zwart. Als die slaat, dan sla je met je paard terug, of met je loper terug, en dan is meteen F7 een aanvalsdoel. Dit is niet fijn. Dus, ja, en wit heeft natuurlijk het loperpaar inmiddels verworven, dus dat speelt ook nog eens een keer mee. Dus vandaar naar dame B3, waarna zwart al in lichte problemen is, speelt hij hier paard B6. En let op. Jeffrey, som... moet hier denk ik de valkuil al hebben gezien. Al zijn zetten gaan er naartoe. Heel knap als je dit in een vluggertje
weet te signaleren. Hij speelt hier A4, maar de gewone speelwijze om gewoon lekker te verdubbelen over de E-lijn was ook niet verkeerd. Ik zal even laten zien hoe dat dan verder gaat. Loper G6. Hier worden dus wel de lopers geruild. En toren A1 was gewoon ook oké. Hier staat wit ook heel prettig. Dat paard op B6 staat toch wel een beetje vervelend en niet goed opgesteld. En wit kan vervolgen met paard E5, met A4. En kan in alle rust zijn stand versterken. Voor zwart is het nog niet zo duidelijk. Maar goed, Jeffrey Song speelt hier A4. Zwart heeft niet zo heel veel keus. Die kan niet permitteren om dat paard met A5 weg te laten jagen. Hij speelt hier A5. Paard E5. En hier maakt zwart de beslissende fout. Hij had hier paard G4 moeten doen. Hij doet loper G6. Daar komen we zo over te spreken. Hij had hier paard G4 moeten doen om stukkenruil aan te bieden. En dan is dit de beste optie voor wit. Loper F4. Paard E5, toren E5. Nou, eindelijk zijn loperruil. Nee, toch niet. C6 en dan keert die loper helemaal terug. Hij heeft even C6 uitgelokt, waardoor dat paard op B6 een beetje shaky kan komen te staan. En hier staat wit echt prettig, heel prettig zelfs. Prettige stand. De druk op die damevleugel, die pion op A5 die zwak kan worden, die pion op B7, dat paard op B6 wat lastig is. En wit kan met toren AE1 en paard F3. Kan die verder eventueel met G3 en H4. Hij kan terrein gaan pakken. En voor zwart is het helemaal niet duidelijk hoe die verder moet. Goed. Maar let op wat er gebeurt. Heel interessant. Song speelt. Nee, zijn tegenstander speelt. Loper G6. En het blijkt verliezend te zijn. En wat ik zo knap vind is dat Jeffrey Song in het vluggertje direct ziet wat hier aan de orde is. Loper B5. Prachtig gezien. Zwart heeft geen andere mogelijkheden dan wat hij doet. Als hij het zo speelt, dan krijg je heel fraai deze set. Oh, wat mooi. Slaat, dan komt er een paard op C6 en dan gaat E7 eraf. Dan stort de hele boel ook echt meteen in. Het is niet alleen maar een pion, maar de hele stand is meteen kapot. En als die nu ook nog eens... Dus hier heb ik het over. Dit is meteen kapot, omdat E7 valt. En als zwart het zo doet, dan blijft hier E7 hangen. En je kan je het zelf permitteren om gewoon hier een pionnetje op te halen. Op deze manier. Hier valt de schade mee, maar in feite ja, is dit voldoende natuurlijk. Goed, loper B5. Maar wat is er mis, zou je zeggen, met C6? Ja, dit dus. Loper keer C6. B6 blijft ergens hangen. Hoe dan? Wel nu, zo. Op deze manier. En Song heeft dat dus al gezien toen hij dit ging spelen. En ik denk eigenlijk dat hij het hier al heeft gezien. Dat hij deze wending heeft gezien. Maar misschien maak ik het nu ietsje mooier dan het in werkelijkheid is. Maar goed, dat is ook wel weer maar leuk. Loper G6. Loper B5, C6. Pakt. Pakt. En nu twee keer pakken op E7 en dan op B6. Oké, game over. Twee pionnen voor. Too much. En helemaal als je tegen een 2700 speler doet. Maar goed, het is een vluggertje. Dus we gaan nog even door met wit en met zwart. Ja, wit moet door omdat zwart het nog niet opgeeft. Even een vluchtgaatje. Zwart bedenkt dat ook maar. Stukkenruil, prima. Maar dan pak ik jouw paard. Lopen ze van ongelijk kleur, is toch altijd remise? Ja, behalve als je twee pionnen achter staat in dit geval. Zwart probeert nog iets tegen G2. Maar kijk hoe Jeffrey Song alles eruit haalt. Lopen G3. H5. Valt de toren aan. Gaat weer terug. En die toren gaat naar G6. En dan H4 en dan toren G2. En nog even mat zetten. Maar het gaat niet zo ver komen. Hij pakt. Dame B2. Toren E1. Toren G6. Nee, en nu H4. Maar H4 kan nog niet wegens dame D8 schaak. Dus toren E3. Hij kan rustig even C3 dekken. H4 nogmaals kan niet. Dame D8. En dan dame keer H4. Oké, en daar gaat het nu steeds over.
Hij geeft even een schaakje, koning H2. En nu dreigt H4. En verhindert H4. En dreigt H4. En nu over met dat gezeur met H4. En klaar. Goed. Nu zijn de ogen weer gericht op die A-pion van wit die naar de overkant moet. Maar F3 komt er ook aan. Hij speelt dame F3, dreigt inderdaad even mat. Ja, je kan je vergissen in een vluggertje of in een gewone partij zoals F3. Dame gaat weg, valt de toren aan. Die toren gaat één stapje bescheiden terug. Dame valt weer opnieuw de toren aan. De toren die staat nu keurig gedekt door zijn loper. En zwart keek nog eens even naar de stand. En begon door te krijgen dat als hij zijn loper weghaalt, dan valt pion D5 en de hele stand valt in duigen. Zwart gaf op. Kort en goed, die Franse Afra-variant, die natuurlijk super suf en saai is, bevat natuurlijk wel het nodige venijn. En Wesley Xong laat eigenlijk zien dat in deze stand, die dus ongelooflijk symmetrisch is, met een klein verschil, de twee lopers op E7 en op D3, die staan verschillend en je hebt een setje extra, dat er wel degelijk het nodige te doen is voor de witspeler.